jaarlijks terugkerende horecava is vooral bedoeld voor de serieuze horecaondernemer die benieuwd is naar de nieuwste snufjes, lekkere hapjes, lekkere drankjes. En dus niet voor de mensen die hier alleen maar gratis komen zuipen. Nee, dat doe ik niet. Ik heb 35 jaar een horecazaak. En mijn hele leven nooit anders dan wat ik drink. Dat kan in één vingerhoed. Nou ja, maar het is, ja, het loopt wel eens uit de klauw. Meneer kan bijna niet meer praten. Nee. Nee, dankjewel, kerel. Ik wil zeggen, je komt hier voor bescheiden hapjes. Smakelijk eten, hap, 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 hap. Dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken. Eet maar op, hap, hap, hap. Het gaat maar op en neer, hè, die kaken de hele dag. Nou, niet de hele dag hoor, meneer. Waarvoor bent u hier gekomen? Voor de horeca natuurlijk en voor het eten. Lekker gratis eten. Ja, tuurlijk. Wat dacht jij dan? U komt er gewoon ook vooruit? Ja, daar kom ik ook vooruit, ja. Ik neem ook even een soesje, denk ik. Ja, voor mij heb je helemaal gelijk. Oh, lekker, hoor. Ik neem maar een kopje. Nog één met chocola, denk ik. Dank je wel, mevrouw. Kijk, zacht. Ja. Dat ook. Dat ook. Hij is niet zo heel lekker, dat soesje. Nee. Of beledig ik nou de boel hier? Maar ik denk, kom even reclame maken voor de toko. Hoeveel gaat er nou doorheen op zo'n dag? Ik denk dat wij zo vandaag zo wel toch een kleine 100 kilo kippen erheen doen. 100 kilo kip? Ja, en dan zijn we nog selectief in wat we weggeven. Want ze staan soms met rijen van 50 man ervoor. Ik zou bijna zeggen, derde wereldland is. Hè? Volgens mij is dat niet eens heel moeilijk wat jij doet. Nee, valt best mee. Ga je maar eens dan. Je gaat hem gooien en die gaat daarin. En dan in de lucht of zo. Ja, ik kijk je ook uit voor mijn bar. Wat eet u? Wij hebben een combinatie van drie soorten vis hebben we. En dat is, het ziet er voortreffelijk uit en het smaakt ook nog zo. Je hebt ook gewoon chicken wings hoor hier. Ja, dat heb je ook wel, maar ja. Dat, maar die neemt u ook zo te zien. Ja, ja, dankjewel, dat is wel prettig. Een lekker kindeltje is dat ze. Ja jongen, te gek jongen. Absoluut. Ja mooi hè dit. Daar, weg hoor dat ding nou. Ja jongen, te gek jongen. Wat heb jij nou voor een gek pakje, Jan? Ik heb een internetpolitiepakje aan. Een internetpolitiepakje? Ja. Wat ga jij dan doen op internet? Ik ga websites maken voor horecaondernemers. En als ik daar dan invul van, hoe heet je? Martine. Martine, dan kom je bij mij langs gelijk heel snel. Ja, dan kom ik bij je langs. Echt waar? Volgende week nog. Wat een leuke site. Leuk, hè? Volgens mij stonden jullie drie hier op de foto bij ons op de website. Dat zou best kunnen, ja. Dat hebben we inderdaad ook gehoord, dat we op de website stonden. Drie ongezonde gezichten. Nou, ongezond zien we er toch niet uit, wou ik zeggen. Oh nee? Nee, ik vind het wel niet. Maar wat verkoop je? Nou, wij verkopen een henneplikeur. Dat is gemaakt met een extract van een mannetjes hennepplant. Dus er zit geen THC in. Dus geen werkzame stoffen, geen drugs. Maar je krijgt er wel zulke koppen van? Nee, die hebben we van onszelf al gekregen. Ik weet niet of je het wilt proberen. Nou ja, moet geloof ik, hè, nu? Ja, nu moet je inderdaad wel. Ja, nou het scheelt dat ik ook al zo'n kop heb, dus... Nou, dat is mooi meegenomen. Ik zie hier allemaal vieze beestjes in het eten zitten. Nee, meneer, het zijn geen vieze beestjes. Dat is de noviteit van de beurs. Dat zijn unieke producten. Oké, je hebt bijvoorbeeld wat brood met meelwormpjes. Brood met meelwormpjes? Ja, meelwormpjes gebakken, zeg maar, met wat pizzaspitjes en dat soort dingen. Nou... Ja. Ik zie al, je kleurt al hartstikke goed. Het is gewoon goor. Ja, maar het is wel lekker, maar het idee. Nou, het idee, dat geloof ik zeker. Dat is gewoon een winning, hè. Wij eten ook granalen, hè. Een servetje van mij? Ja, dat ga ik zo voor je pakken. Ja, graag nu. Ga ik zo voor je pakken. Teringleier. Welke kan ik nou het beste gebruiken voor het fappen? Ik denk deze. Deze? Ja, ik denk het wel. U heeft het uitgeprobeerd? Stappen, zei je toch, of niet? Nee, fappen. Die ken ik niet. Met jezelf spelen. Rukken. Ja, maar dan heb je er een paar meer nodig, denk ik. Ja, zijn bij u zulke ladingen? Nou, nee, maar wel kwaliteit. Kwaliteit? Ja, ja. Maar waar blijft dat dan het best aan plakken? Want ik zie hier een beetje met bobbeltjes. Ik zie hier een beetje... Wat zit u nu te lachen? Het is uw business.
kijken. Ja, deze is wat ruwer. Is dat nee, misschien goed? Ik denk dat het een beetje zacht wel beter is. Oh ja, zacht is natuurlijk beter. Dus voelen. Oh, daar word ik bijna geil van, ja.